Na een goede week in een Renault Zoe, hierbij mijn eindconclusie. Wat is het toch een heerlijke auto. Voor 25.000 euro heb je een auto die eigenlijk op dit ogenblik nog 101 kilometer rijdt. Ik ben al 10 kilometer gereden, dus tussen de 110 en de 130 afhankelijk van hoe koud het is. Maar vanaf volgende maand verdubbelt die capaciteit en kun je dus tussen de 220 en 270 kilometer echte kilometers rijden. Ik ben vooral blij met de elektronica. Er zit TomTom in en de hele user interface is gewoon bijzonder prettig. Als ik toch iets mis in deze auto van de Tesla die ik normaal rijd, dan is het TomTom. En deze zit prachtig ingebouwd in de Renault Zoe. Verder heb ik prima ruimte om gewoon hier te zitten. Hij is klein van buiten, groot van binnen. Hij trekt lekker pittig op. Ja, het is geen Tesla, maar hij rijdt prima wat dat betreft. En je hebt eigenlijk alle luxe die ik moest. Ik had een beetje moeite om op een gegeven moment de cruise control te vinden, want die zit op een rare plek. Kijk, op het stuur is het geen probleem. Hier zit gewoon harder en zachter. Maar om hem aan te zetten moet je naast het pookje het doen. Nou ja, dat duurde echt heel lang voordat ik dat had gevoeld. Maar het belangrijkste met dit soort auto's, ja, 100, 130 heb ik gereden. Als ik 80 km per uur rijd, dan haal je 130. Als je 100 km per uur rijdt, dan haal je 100, 105 km per uur. Ja, dat is wel behelpen. Hij laadt wel supersnel. In 1 of 2 uur, afhankelijk of je laadpaal 11 of 22 kilowatt is, laat hij gewoon op. Nou, dat gaat hartstikke snel. Veel beter dan de Nissan Leaf. Want die laat toch wel een stuk minder snel. En ja, maar vooral die verdubbeling van de accu, die gewoon hier in hetzelfde model kan. De accu die zit hieronder. En dan kunnen ze nu twee keer zoveel accu in stoppen, wordt het 42 kilowattuur. En als je kijkt naar het verbruik van deze auto, dan gebruikt deze per 100 kilometer 20 kilowattuur. Dat kan ook 15 kilowattuur zijn als je op een gegeven moment naar de 80 gaat. Maar zo overal bij elkaar zit ik op 20 kilowattuur. Daar heb ik gewoon lekker doorgereden. En aangezien in deze auto 22 kilowattuur zit, die naar 42 kilowattuur gaat, heb je daarom betekend dat je dan gewoon ja, dik 200 kilometer kunt rijden. En als je rustig rijdt 250 en ik denk in de zomer komt er nog weer wat bij, dan kun je op 280 ongeveer uitkomen. Dan gegeven het feit dat deze auto 25.000 euro kost plus zeg maar 100 euro voor de huur van de accu afhankelijk van hoeveel je rijdt, ja, is dit toch gewoon een prima auto. En wat ik ook fijn vind is achter zitten er 3 seats. Dus niet zoals met de BMW i3 dat je er maar 2 hebt. Wat ik heel irritant vind, net zoals met de Nissan, heb je hier gewoon 3 seats. En daar kun je ook prima zitten. En je hebt ook nog wat ruimte als volwassene, want ja, hij is groot van binnen. Kan niet wachten tot die nieuwe eraan komt. Maar ik zou zeggen, als je op een gegeven moment nu een elektrische auto wil rijden, dan is de Zoe een prima auto om op een gegeven moment te gaan nemen. Ja, dat was een week in de Zoe. Ik vind het gewoon een heel sympathiek autootje en ik vind dat Renault hele goede dingen doet. Vooral met die verdubbeling van die capaciteit, maar op zich is het al gewoon een goede auto. Renault samen met Nissan is één concern. Die doen bijna de helft van alle elektrische auto's die er eigenlijk op het ogenblik rondrijden. Alleen China is nu ook gewoon heel erg goed bezig en natuurlijk aan de high-end hebben we Tesla. Maar ze doen gewoon goed werk. Ik hoop ook gewoon die nieuwe eens even uitproberen. Want ik denk eigenlijk dat als je 250 kilometer echte kilometers met elektrisch hebt, dat je in Nederland gewoon geen enkel probleem meer hebt. Dus ik ben er blij mee. Ik heb er gewoon van genoten.